Danny Post, staan aan de vooravond voor de wedstrijd tegen VVV, jouw oude ploeg. Hoe bijzonder is dat om binnen een maandje dat je hier bent meteen tegen je oude club te spelen? Ja, is wel, wel speciaal natuurlijk. Ik heb daar 8,5 jaar gespeeld, 7,5 jaar als aanvoerder ook. Ja, dan heb je toch wel echt een bepaalde band en, met de club en ken je de club door en door. Dus ja, dat je zo snel tegen ze speelt is speciaal, maar ook niet meer dan dat. Je kwam hier, toen speelde nog met lege stadions. Inmiddels mogen we volle capaciteit. Hoe fijn is het dan ook voor jou persoonlijk dat er straks ook mensen uit Venlo hier in het uitvak plaats mogen nemen? Ja, heel mooi natuurlijk. En ja, er staat ook nog een afscheid gepland voor mij om een keer een wedstrijd daar te komen kijken. Dat zal ook heel speciaal zijn. Zeg ik, je hebt toch heel veel jaren, eigenlijk het grootste aantal jaren van je carrière gespeeld. Mooie tijden meegemaakt. En ja, de club zal altijd een warm plekje in mijn hart hebben. En nu ook dat uitpubliek, ja, dat is toch wel mooi om die mensen gewoon te zien. Die hebben je jarenlang gewoon gesupport. En ja, morgen wordt gewoon een hele speciale dag. Dan heel even snel terug naar afgelopen maandag. Je basisdebuut bij Almere City. Winst bij Jong Ajax, bij de nummer 3 op de ranglijst. Hoe kijk je terug op die wedstrijd en wat heeft het met de ploeg gedaan de laatste paar dagen? Ja, prima overwinning denk ik. Toch tegen een goed voetballende ploeg die erg sterk is. Die staan niet voor niet zo hoog. En ja, ik vond ons de laatste week eigenlijk sinds ik hier ben, heb je dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt dat het wel groeiende is. Geven weinig weg, creëren kansen. Alleen nu werd het gewoon beloond. En dat is fijn, dat merk ik ook deze week in de groep. Dat iedereen zoiets heeft van eindelijk een overwinning. En, ja, zeker naar die eindfase, naar die laatste periode willen we daar natuurlijk goed in starten. En daar iets gaan halen. Dus ook VVV is gewoon belangrijk dat we die lijn door gaan trekken. Ja, je zegt al, die laatste periode is enorm belangrijk voor de ploeg en voor de hele club. Welke manier ga je dan ook de wedstrijd tegen VVV in? Het is de laatste van de derde periode. Is het dan meer echt een voorbereiding op die aankomende periode? Of we willen de huidige lijn gewoon in één klap doortrekken? Ja, je wil gewoon hetzelfde blijven doen eigenlijk als de laatste weken. Kijk, afgelopen maandag win je, maar eigenlijk is het plan hetzelfde. Die weken daarvoor ook. En nu eindelijk gewoon leidt het tot een overwinning. Maar tegen VV gaan we precies hetzelfde doen qua plan. En ook gewoon dat het steeds beter gaat. En steeds dat we daar ook een resultaat gaan halen. Zodat we die weer mee kunnen nemen naar de vierde periode. Jong Ajax van afgelopen maandag is natuurlijk een enorm voetballende ploeg. Wat voor VVV verwacht jij hier morgenavond in het Jammer Stadion te zien? Ja, ik denk dat die minder risico's zullen nemen in de opbouw en toch de wat korte ballen spelen die Jong Ajax wel speelt. En ja, daar hebben wij bij Jong Ajax gewoon goed op ingespeeld om daar goed druk op te zetten. Voornamelijk de eerste helft vond ik dat. VVV zal wat opportunistischer zijn denk ik en toch wat sneller de lange bal spelen als wij hoog druk gaan zetten. En ja, toch ook misschien wat fysieker wel sterker dan Jong Ajax. Top, dankjewel. Oké. Okay.